want Enzo weet nog van niks. Vandaag ga ik echt iets super leuk doen. Iets waar ik echt al maanden naar uitkijk. Ik ga namelijk naar het gala van de Gouden Kaas, want daar mag ik een award uitreiken. Welke award en met wie ik dat ga doen, ga ik natuurlijk nog niet verklappen. Dat zullen jullie wel zien in de video. Maar nu ben ik in de auto onderweg naar het gala voor de generale repetitie en zo. En Lille Photography is mee om alles te filmen. Jens is mee en mijn ouders zijn mee, want die gaan natuurlijk kijken in het publiek. Voordat we beginnen met deze video, vergeet natuurlijk geen duimpje omhoog te doen. Papa, wat is de like al? 4255. Oké, jullie hebben het gehoord, 4255. We zijn heel benieuwd of we dat kunnen halen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en laten we dan maar snel beginnen met de video. Let's go! Oké, we zijn aangekomen en we zitten nu in de loge. Jee, Lilo is hier alles aan het klaarmaken. Daar zijn de plannings. Straks moet ik naar de make-up, de kapper. En dan ga ik mij helemaal klaarmaken. En dan is het ook nog generale repetitie. Ik zit samen in een loge met Miss België en Nina der Waal. Oké, mijn make-up is gedaan en ik ga nu mijn kleren aandoen. En dan om 14 uur ga ik bij de kapper. Dus hier staat mijn tekst, die ga ik ook nog een beetje oefenen. Want ja, ik moet die natuurlijk heel goed kennen als ik op het podium ga. Dus ja, maar ik ga nog niet verklappen bij wie ik de award moet uittrekken. Misschien hebben jullie het waarschijnlijk al gezien. Maar ja, ik ga nu mijn kleren aandoen en dan zie ik jullie straks weer. Tada! Het is mijn outfit. Ik heb deze in Amerika gekocht en mijn schoenen ook. En nu ga ik naar de kapper mijn haar laten doen. Let's go! Tada! Oké, het is bijna zover. Straks is de generale repetitie en dan begint de show. Ik ga jullie nu een kleine rondleiding geven. We staan hier namelijk onder het podium en er is allemaal lichtverlichting. Want hier lopen natuurlijk ook mensen onder die allemaal dingen moeten regelen. Hey! Zwaaien van de camera. Kom maar. Oké, we zijn hier aan het repeteren. Zoals jullie zien, en daar staat ook een schermpje waar je alles al op kunt zien. Oké, daar zijn de tafels en daar ga ik straks zitten. Dus ik ga jullie even laten zien hoe het er daar uitziet. Hier staat mijn naam. Ja, sorry, we zijn er bij vrienden. Hier zijn we bij een van de leukste gedeeltes, namelijk het eten. En je kunt hier zoveel nemen als je wilt. We zitten nu in de loge en Enzo is aangekomen. Hallo. En we zijn nu onze tekst aan het oefenen, want Enzo weet nog van niks. Nee. Een beetje spannend. Dit is de eerste keer dat ik de tekst lees. Dus dat is niet echt de beste voorbereiding die er is. Dus als ik zeg van goedenavond Catnetters. Wij zijn hier super live in het Sportpaleis, maar ook super live op alle social media kanalen in de Catnet app en op catnet.be. Ja, dus anders even zwaaien naar de Catnetters thuis, die live zitten meevolgen. Ja, jij hebt nu terug de tekst. Ja. Oké, dan moet ik nog even goed gaan leren en dan, maar hoe dan ook, het gaat helemaal goed. Komt goed. Oké, de generale repetitie gaat nu beginnen. Ik moet dit vasthouden als ik opga. Dat is mijn micro en dan moet ik zo opgaan. En de winnaar
doe wa. 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 Very simple, okay. Yeah? Yeah. En we gaan nu de rode loop op. Oké, ik heb net alle interviews afgenomen op de foto geweest, wel echt superleuk. En nu zijn we nog even aan het wachten in de loge, want straks gaat de show beginnen. En dan mogen we in de zaal gaan zitten en mag ik de award uitreiken. Samen met Enzo Knol, jullie hebben het daar net al gezien. Ik heb er echt super veel zin in. Oké, ik ben nog even iets aan het drinken, want de show gaat bijna beginnen. En ik heb net een keileuke YouTube video opgenomen met Enzo Knol, die binnenkort online komt op mijn kanaal. Dus hou dat zeker in de gaten. Sunset, everything I see, your face. I can feel you close to me, even if you're far away. You are on my mind, never out of sight. You're a mystery. En ik was mijn vlog gisteren vergeten af te sluiten, want het werd een beetje laat en zo. Maar ik vond het echt een superleuke dag. Ik ga deze dag denk ik echt nooit vergeten. Ik wil Kidnet heel erg bedanken dat ik aanwezig mocht zijn. Ik wil ook Lilo bedanken om mee te komen met mij en om alles te filmen. Ja, ik wil eigenlijk gewoon iedereen bedanken daar achter de schermen. Ik vond het echt superleuk. Vond je deze video leuk? Vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video terug. Dag! Even achterstand.